I really need a house. Shit. Ik heb geen wood meer. Of toch wel? Sorry. Nein! Een zombie have seen me. No. Why are you a zombie villager? Why are you it? Scheid, baby zombie. En die vuile irritante rotte homo's. Fuck you, echt waar. Ik moet regenereren, vlug. I need a homie. Nein, scheisse. Fuck it off, bitch. Morgen ga ik mijn zoektocht verder doen, denk ik. Maar ik heb nog steeds geen bed. I need more sheep. Wacht, ondertussen... Ik heb nog altijd die torches. En ik heb steen. Dus ik kan hier al mijn mini-huisje maken. Tot zover. Dus ik ga mijn eten rustig koken. En dan is het time to mine. Actually not. But what did you expect? Shit, skelet. Waarom wacht jij buiten? Stom rutskelet. Rutskelet, what the fuck is een rutskelet? Oké, zetten we daar de oven. Mine it. Mine that shit. Maar ik heb eigenlijk wel geen brandstof. Ik weet, ik verbrand hout. Hot school, vlug. Gezondheid. Alright. Minecraft. Come on, bitch! Sneller! Oké, dat is wel genoeg voor nu. Kook mijn vlees zo snel als je kan. Kook het sneller. Nog sneller dan een pot met zand of zoiets. Sneller, bitch! Eindelijk, nou is mijn fles klaar. Alright, eens zien wat we kunnen maken al. Nee. Ik kan torches maken. Een deur. Allee, drie deur. Maar daar heb ik geen zin in. Ik wil graag dit. Golden apple. Maar daar zullen we lang voor moeten sparen, denk ik. Ik kan nog altijd geen armor maken. Ik kan wel een bot maken. Ja, dat is handig. Yes. Yes, baby. Vier veel virtuele lullen. Of zoiets. Ik hoor een Enderman. Oh shit. Zolang ik niet naar hem kijk, is alles goed. Maar de laatste tijd toen ik mijn huis aan het afbreken was. Die livestream op YouTube, dacht ik. Nee. Gisteren toen ik offline bezig was. Dan is er echt iets ergs gebeurd. Ik was mijn huis aan het afbreken en ik keek recht naar die Enderman. En ik ben gestorven en ik had 4 diamonds op zak. En die diamonds zijn godverdomme zijn klojozak weg.
En ik vind mijn stuff niet meer terug. Dat was een diamanten zwaard dat ik bij had. Een diamanten enchanted zwaard bedoel ik. Een enchantment pickaxe. Want dat waren mijn enige die ik nog had. Ik had daar al een enchantment table voor gemaakt en zo. Maar dat is het enige dat ik nog had. En ik hoop dat dat hier snel dag mag zijn. Je mag het goed luisteren. Van waar komt Enderman? Zeg nog iets. Holy fuck, die zit op mijn huis. Heilige scheid. Holy shitballs. Please, geen creepers hier. Schijtige moederneukerige hoer. I have a boat, a little boat. I'm gonna place a chest right here. Daar steek ik al mijn onnodige spullen in die ik echt fucking niet nodig heb. Reserve pickaxe. Oké, mijn wol spaar ik, mijn leer spaar ik. Chicken! Wanneer is het fucking dag? Alright, dus. Als dat nu nog niet dag is, dan doe ik het zomaar. Nee, ik wil dat niet doen. Holy shit, die Enderman is dicht. He's really nearby. I can feel him. Waar is die? Waar the fuck is die Enderman? Holy fuck, oké. Ga dood. Please, teleporteer weg. Teleporteer de fuck weg. Nee, kijk niet naar mij. Kijk niet naar mij. Ik kijk naar je. Wow, what the... Oké, daar is hem. Oh shit, nee. Brave Enderman. Oké, vaarwel huis voor 5 secondjes. Man, echt waar, Enderman, jij deed mij schrikken. Weet je wel hoe luid dat mijn oortjes staan? Oh fuck, stomme kutcreeper. Creepers die creepen mij uit. Oh shit, lilypad. Fucking hell. Wacht, mijn boot is bestand tegen lilypads? Oh shit, no. Mijn boot. Alright, welkom to Food Island. En Bed Island. Binnen een paar secondjes. It's a sheep. Sheepy weep. Give me some wool. Give me some of your wool. I need your wool, bitch. I need your wool. Heb ik genoeg wool? Nein! You bastard! Give me wool. Give me wool. Give me some motherfucking wool. I need motherfucking wool. And give me chicken. I want Kentucky Fried Chicken. Chicken. I want chicken. Give me some fucking chicken. Just give me some meat, bitch. Alright, nu moeten we gaan naar een boom. Oké, boom dus. Another 360. Scheid. I need wood. But I need to have wood. Wood. Give me some of your wood. Give me some fucking wood. Just give me some wood. Yeah, yeah.
Lekker. Biefstukjes smaakt nogal. Liever dan varkensvlees, hè. Ik heb liever biefstuk dan varkensvlees. Lilypad. Eikels. Now back to the chicken. To the chickens in the sea, chickens. Waarom zitten jullie eigenlijk in de zee, kippen? Oh, eieren. Ik zal u uit uw lijden verlossen. I hear a zombie growling. Wow. Gras is mooi groen. Hier zou kool moeten zijn ongeveer. Neukerig. Stop het. Another chicken? What's with the chickens, man? What's with the fucking chickens? Come here, you chicken pig. Chicken dips. I want chicken nuggets. Another cow? What's with the cows, man? Yeah, what's wrong with you, man? Can you say another thing, please? Yay! One viewer? I hope. Lilypads, lilypads. I love lilypads. Deze nieuwe survival wereld is net nieuw. Niemand weet wat hij moet doen. Alleen ik. Mijn survival wereld. Alleen is mijn fucking boot gebroken door deze twee stokjes en deze vier wooden planken. Ik heb geen boot. Mini sprint. Alright mensen, ik ga deze video even laten voor hier en ik neem wel een andere mop. Deze was deel 1 van het survivalen met Siepweep op PlayStation 4. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Vanaf dat ik in mijn huis ben ga ik stoppen met de video. Oh schat. En als ik eindelijk een bed heb gemaakt. Heb jij fucking wol. Yes! Mijn doel is bereikt! Alright, dat is niet echt een passende muziekje, maar dat kan fucking hell. Even mijn huis afbreken. Nee. Allee, godverdomme. Scheid. Wat doet die gravel hier? Ah ja, ik heb die daar gezet. Voor de lol. Nu ga ik al mijn gerief klaarmaken, mensen. En dan gaan we op pad. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten, maar eerst wil ik... What the fuck, dat is niet wat ik wilde. Alright, eerst wil ik dat jullie het heilige moment meenemen voor dit bed te maken. Oh. Lol. Ik ben nu nog even arm, dus daar kan ik... Je kunt alleen 's nachts slapen. Ik wil mijn spawnpunt zetten, verdomme. Oké, mensen, de cheat gaat even aanstaan. Nee, wacht. Je ziet bij mij, kan niet. Ik sta in survival en ik blijf dat staan. Ik gebruik de cheats niet. Alleen voor één keer. Het spijt me. Alright. Dit was het einde van deze video van Siepweep, mijn Star Wars skin. Ja. Alright, ik hoop dat jullie hebben genoten. Lololol, laat een like achter als je genoten hebt van dit. Maar nog belangrijker, subscribe. Doe het. Als je niet subscribe, dan ga ik naar je huis komen en ik vermoord jou. Dus subscribe. En doneer 15.000 euro of zo voor een nieuwe micro. Nee. Ik ga een nieuwe micro maken en ja, maha. Dit is beter dan verwacht. Oké, dag. Het spijt mij dat ik dit moet zeggen, maar ik wil meer abonnees. Veel meer.